Wat is nu eigenlijk de beste aanpak om veranderingen door te voeren? Wat werkt echt in de praktijk? Dat is dit jaar de centrale vraag bij het jaarcongres Verandermanagement. Voor het antwoord op deze vraag hebben we een enquête gehouden onder veranderprofessionals. De uitkomsten hiervan maken we tijdens het congres op 1 december bekend. Maar dat is niet het enige. Daarnaast hebben we 6 fantastische sprekers die ingaan op de essentiële bouwstenen van het veranderproces. Ik wil ze graag heel kort aan u voorstellen. Jaap van het Hek legt uit hoe je in weerbarstige organisaties van abstracte doelstellingen en, zoals hij dat noemt, bedoelingengedoe, naar dagelijks gedrag komt. Margriet Sitskoorn, Nederlands bekendste neurowetenschapper, legt uit hoe je je brein kunt leren om zich beter aan te passen aan onze snel veranderende wereld. En hoe ontwikkel je eigenlijk een CEO-brein? André Wiertsma pleit voor co-creatie. Hij gelooft er niet in dat managers in hun eentje een organisatie kunnen veranderen. De echte vraag is, hoe kun je mensen uit de organisatie optimaal betrekken bij verandervraagstukken? Paul Verburgt, de manager die onder meer Arbonet succesvol maakte, legt uit hoe je moet omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Minimal management heet zijn aanpak, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Sherine Moerkerke laat zien hoe je vastgezette patronen in organisaties kunt doorbreken. Een kraak zetten noemt ze dat. En met laat zien bedoel ik ook echt dat het een visuele belevenis wordt. Slotspreker is dit jaar veel gevraagd managementcoach en schrijver Jan van Zetten. Zijn specialisme, draagvlak zonder dwang. Als dagvoorzitter ga ik mijn best doen om u mee te nemen door deze rollercoaster van nieuwe inzichten en inspirerende visies. En ik wil er vooral voor zorgen dat u veel praktische handvatten meekrijgt waarmee u meteen aan de slag kunt. Doel is dat u aan het einde van de dag naar huis gaat vol nieuwe ideeën en inzichten voor het nieuwe jaar. Tot ziens op 1 december bij het jaarcongres Verandermanagement in Arnhem.